Mijn naam is Marcel Buter. Ik ben inderdaad accountmanager bij Emailvision. En Emailvision is eigenlijk Europees marktleider op het gebied van e-mailmarketing software. Als mijn functie als accountmanager ben ik verantwoordelijk voor klanten zoals onder andere Cheap Tickets, Hallmark, Greets, RTL. En ik help hun eigenlijk bij het hele e-mailmarketing traject op te zetten. En eigenlijk wil ik vandaag een aantal tips inderdaad een beetje aan jullie meedelen om zelf dat ook toe te kunnen passen in jullie eigen branche. Ten eerste even kort over Emailvision. Wat ik net al aangaf, we zijn een Europese marktleider. We zitten in 10 Europese landen zijn we op dit moment lokaal aanwezig met support en eigenlijk continuïteit te geven aan het e-mailmarketing traject van onze klanten. In totaal zijn we 250 medewerkers en naast de 10 Europese landen proberen we ook nu verder te gaan. We hebben vorig jaar een kantoor geopend in de US. En dit jaar staat in de planning om ook nog in 4 andere Europese landen te gaan starten. Met gemiddeld versturen wij ongeveer 2 miljard berichten per maand. Waarbij we ons kunnen toebehoren bij de 3 grootste e-mail service providers. Maar eigenlijk genoeg over e-mail marketing, want ik ben hier om jullie een aantal tips te geven. Je kunt ook de sales collega's bij Stand 80 opzoeken om verdere trajecten over Emailvision aan te horen. Ten eerste wil ik even aangeven van dat e-mail marketing echt een winstgevend kanaal is. Je ziet hier een onderzoek van e-consultancy, wat eigenlijk de meest winstgevende kanalen aangeeft. In de top 3 zie je eigenlijk SEO, e-mail marketing en PPC staan. SEO is natuurlijk Search Engine Optimization en pay-per-click is Search Engine Advertising. De top 3, SEO en CA is eigenlijk moeilijk om eigenlijk toe te passen, want zodra een zoekmachine eigenlijk zijn algoritmes verandert, heb je er eigenlijk geen controle meer op. Met e-mail marketing is dat eigenlijk anders, want dan heb je het in eigen hand en kun je dat eigenlijk zelf gaan toepassen. En dat ga ik nu eigenlijk aan jullie vertellen door de 7 tips mee te gaan geven. Tip 1 is eigenlijk om de deliverability goed te krijgen. Deliverability is eigenlijk de afleverbaarheid van als je een verzending doet, komen al mijn e-mails aan in de inbox. Ik heb hier een overzicht ook van een onderzoek van Jupiter, waarbij ze eigenlijk een in-house systeem of een eigen systeem naast een professioneel systeem hebben gelegd, zoals ons systeem Campaign Commander. Je ziet eigenlijk, ze hebben hier in het onderzoek hebben ze 100.000 adressen hebben ze ingezet. En daar hebben ze eigenlijk de gemiddelde hebben ze gekeken van een in-huissysteem van hoeveel e-mails komen aan. Bij in-huissysteem is dat 76% en bij een professioneel systeem ligt dat gemiddelde op 91%. Nou weet ik van over 2009 hebben wij net de cijfers bekend gekregen van onszelf en daar ligt de deliverability op 97%. Nog iets hoger dan het gemiddelde. Als je gaat kijken van hoeveel berichten dan aankomen, nou ja, 76.000 bij een eigen systeem. En 91.000 bij een professioneel systeem. De conversie rate ligt eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Ligt allebei op 3%. Maar omdat er meer e-mails in de inbox komen bij een professioneel systeem, is het aantal verkopen hoger. Als je uitgaat van de bestelwaarde van $25, kom je dus op een hoger aantal omzet bij het aantal verkopen. Uiteraard zal een professioneel systeem is duurder dan een eigen in-huis systeem. Gemiddeld is voor een e-mail service provider zijn de kosten per e-mail $0,015. En bij een eigen systeem lager. Tot de bottom line, eigenlijk komt het erop neer dat het verschil in verkoop, dat je eigenlijk met een professioneel systeem $10.000 meer omzet draait dan dat je het eigen systeem hebt. Ik heb hier een voorbeeld meegenomen van een klant van mij, Scarlett. Scarlett die had eigenlijk eerst ook een eigen in-huis systeem. Ze deden verzendingen met aanbiedingen. En die verstuurden ze eigenlijk met een afleversnelheid van 20.000 e-mails per uur. Want eigenlijk hun systeem kon niet meer aan. Het was voor hen wel van belang om eigenlijk de aanbiedingen op het juiste moment zeg maar, bij de aanbieders te krijgen. Want ze hadden van tevoren wel getest van wanneer
de meeste mensen openen en klikken. Daarna zijn ze eigenlijk met ons aan de slag gegaan, met Campaign Commander. Waarbij eigenlijk afleversnelheid vele malen hoger ligt. En eigenlijk op het moment dat de meeste mensen de opens en kliksen en de conversie uiteindelijk doen, de e-mail in de inbox kwam. Waardoor ze eigenlijk hun open percentage vele malen hoger hebben gekregen. En eigenlijk 31% meer. Kliks ook hoger. Kortom, het is van belang zeg maar, dat je de juiste content op het juiste moment bij je ontvangers aflevert. Andere tip die ik wil meegeven is eigenlijk voordat je een campagne gaat verzenden, om te gaan testen van hoe deze e-mail gaat aankomen bij de ontvangers. Er zijn een aantal tools voor beschikbaar om te kijken van hoe komt deze e-mail aan bij de provider. Je hebt hier eigenlijk, ik heb twee dingen mee laten zien. Dat is de inbox preview en de message preview. Inbox preview, die geeft eigenlijk aan, voordat je de campagne gaat verzenden, geeft hij aan van hoe gaat die aankomen bij Hotmail? Hoe gaat die aankomen bij Gmail? Komt die in de inbox of komt die in de spambox? Maar ook lokaal, zoals we in Nederland natuurlijk veel providers hebben, zoals KPN, Access for All, Ziggo. Die tool geeft dus aan van of die in de inbox of spambox komt. Komt die in de spambox, dan zal dat dus betekenen dat er wat mankeert aan het bericht. En daar is eigenlijk de message preview voor. En de message preview die kijkt echt naar het bericht van staan de spamwoorden in, is de HTML goed opgebouwd. En ook geeft hij een overview van hoe die eigenlijk bij de verschillende inboxen aankomen. Je hebt die Outlook 2003, AOL 9. Ik denk dat we allemaal wel eens een e-mail hebben ontvangen waarbij eigenlijk de plaatjes alle kanten opschieten. Dat is natuurlijk geen porum als je zo dat mensen zo de e-mail gaan ontvangen. Tweede tip die ik wil meegeven is eigenlijk om te gaan segmenteren op de database. Wat ik vaak zie bij mijn klanten is dat ze eigenlijk één grote lijst hebben met allemaal nieuwsbrief opt-ins. En ze hebben één nieuwsbrief, die sturen ze heen. En vervolgens komen ze naar mij toe en zeggen ze, Marcel, mijn opens en kliks zijn zo laag. What's going on? Ja, het probleem daarmee is eigenlijk dat ja, de hele doelgroep wil niet zeggen dat iedereen geïnteresseerd is in dezelfde producten. Ook Sony is ook een klant van me hier en daar hebben we eigenlijk in dit voorbeeld hebben we eigenlijk een segmentatie gedaan. Hij deed de totale nieuwsbrief naar al zijn mensen. Op zich geen slechte opener clickrate, 90% en 4,78% doorkliks. Maar door eigenlijk productinformatie van zijn ontvangers toe te voegen aan de database, zijn we gaan segmenteren op die producten. In dit voorbeeld hebben we eigenlijk een segmentatie gedaan op mensen die een FIO-product hebben afgenomen. En we hebben eigenlijk alleen een FIO-e-mail naar die personen toegestuurd met accessoires over FIO. Het verschil is dat eigenlijk de open percentage, doorklikpercentages vele malen hoger ligt. En eigenlijk veel betere responsen had en veel betere conversie uiteindelijk. De rest van de database die is niet lastig gevallen met mails die ze toch niet interessant vinden. Want dit hebben we eigenlijk uitgerold voor al hun producten. En nu sturen ze eigenlijk alleen maar productgeïnteresseerde informatie. Andere tip die ik wil meegeven is eigenlijk voordat je de campagne gaat verzenden om te gaan testen van hoe die op een klein gedeelte van de doelgroep te gaan testen van hoe die e-mail gaat aankomen. Om zo eigenlijk de beste open- en clickrate ratio's naar voren te krijgen. Ik heb hier eigenlijk al mijn klanten die doen dat wel. Ik heb hier een voorbeeld van mijn klant Greets meegenomen. Die heeft eigenlijk drie verschillende subject lines hebben ze getest. Subject line 1 hebben ze naar 5% van de doelgroep gestuurd. Subject line 2 naar 5% en subject line 3 ook. En de best responderende subject line hebben ze eigenlijk de rest van de database naartoe gestuurd. Ik ben eigenlijk benieuwd naar jullie mening van welke subject line eigenlijk het beste heeft gerespondeerd. Dus ik ben even, als jullie je handen omhoog kunnen doen om te kijken van welke jullie denken dat het beste heeft open rate heeft gehaald. Subject line 1, binnenkort iemand jarig, stuur eens een kaartje. Wie denkt dat die het beste heeft gerespondeerd? 5 personen, 6, 7, 7. Okay. Subject line 2, Greets, geef jou een gratis wenskaart.
stuk of 20, 25. En Subirland 3, tijd om iemand te verrassen met een gratis kaart van Greets. Subirland 2, klopt, want die had eigenlijk had de meeste stemmen. En die heeft eigenlijk ook gewonnen. Subirland 2 en 3 liggen heel dicht bij elkaar. Subirland 1 is eigenlijk ver achtergebleven. Uit onderzoek is eigenlijk ook gebleken van als mensen een e-mail ontvangen, dat ze eigenlijk in de subject line zien en dat ze eigenlijk alleen naar het eerste gedeelte, dat ze daar de concentratie op hebben. In dit voorbeeld heb je bij subject line 2, zie je eigenlijk de naam staan, de branding. Wat eigenlijk heeft geleid tot de beste opens. Plus, ja, die andere is eigenlijk alweer te lang. Naast de subject line testen kun je ook de uiting gaan testen. We hebben eigenlijk een tool, dat heet Multivariable Testing, waarbij we eigenlijk verschillende creaties gaan testen. Dat heb ik ook gedaan voor mijn klant ShopVIP. ShopVIP is eigenlijk een online community die eigenlijk voor een korte periode bieden ze aanmerken aan met hoge kortingen. Eigenlijk op maandagochtend gaat er bijvoorbeeld een sale in om 8 uur 's ochtends en die is tot donderdag geldig. Dus het is van hem erg van belang dat om 8 uur die e-mail in de inbox zit, zodat iedereen weet dat die sale geopend is. Je ziet hier zijn template staan. Dit is de template die hij om 8 uur 's ochtends verstuurt. Je ziet eigenlijk bovenin zie je wat de sale is van deze week, of van de komende 3 dagen. En daaronder zie je de upcoming sales. Die zijn iets grijzer. Wat we hebben gedaan is eigenlijk bij het bovenste plaatje, daar hebben we eigenlijk deze drie verschillende plaatjes ingestopt. We hebben de campagne verzonden en eigenlijk 1/3 van de database heeft plaatje 1 ontvangen, 1/3 heeft plaatje 2 ontvangen en 1/3 van de database heeft plaatje 3 ontvangen. En eigenlijk zo ingesteld dat na een uur van verzending, dus om 9 uur op maandagochtend, heeft hij automatisch de winnaar gepusht. En het is een plaatje en een plaatje dat is het enige wat je nog in een e-mail kunt veranderen nadat het verstuurd is. Want het plaatje staat online en als je dat wijzigt, in de e-mailbox wordt dat gewoon opgehaald en kan je dat wijzigen. In het voorbeeld heeft de vrouw met de -40% korting, die heeft uiteindelijk gewonnen. En dat is eigenlijk een goede test om ook van te doen, om eigenlijk de beste doorklikratio's te krijgen. Want uiteindelijk heeft iedereen dat plaatje nog gezien en vliegen de klikratio's omhoog. Tip 4 wat ik jullie wil meegeven is eigenlijk campagnes op basis van triggers te gaan verzenden. Ik heb hier een voorbeeld van Brussels Airlines meegenomen. Die hebben eigenlijk naar hun hele database hebben ze een campagne verstuurd. En dat is een campagne met aanbiedingen voor Afrika. Het zijn reizen voor naar Afrika. Naar aanleiding dat deze e-mail is verstuurd kunnen de personen een aantal dingen doen. Ze kunnen de mail natuurlijk openen. Ze kunnen doorklikken naar de website. Wat uiteraard de bedoeling is. Ze kunnen niet klikken, maar wel openen. Of ze kunnen de e-mail niet openen. Mensen die de mail niet hebben geopend, die kregen eigenlijk automatisch, na 10 dagen krijgen ze de mail nog een keer. Maar dan met een andere subject line en een ander plaatje bovenin. Om te kijken of dat dan wel werkt. De mensen die wel hebben geklikt op een van de banners, zoals van de plaatjes van Nairobi, Bajul. Die hebben eigenlijk direct een e-mail in de inbox gekregen met een promotie. Van dat ze direct het product kunnen gaan bestellen. De mensen die uiteindelijk wel hebben geopend en niet hebben geklikt, die hebben eigenlijk een andere campagne hebben eraan gekoppeld. En dat is eenzelfde soort e-mail, maar dan met de winteraanbiedingen. Lifecycle die zet je 1 keer eigenlijk op. En vervolgens is het de concentratie om zeg maar, de rapportage te bekijken. Werkt dit? De herinnering na 10 dagen. Heeft dat goede opens? Zet ik hier op 9 dagen of zet hem op 7 dagen? En zo blijft het eigenlijk monitoren dat je de perfecte lifecycle hebt opgesteld. Nee, ik gaf net aan het voorbeeld van Sony. Ook met Sony hadden we eigenlijk ook zo'n lifecycle opgezet. We hadden een gesegmenteerde e-mail, we hadden een gesegmenteerde doelgroep gepakt voor alleen die mensen die FIO-producten hebben afgenomen. En ook daar een automatische lifecycle opgezet van de mensen die hebben geopend, herinneringsmail versturen. En uiteindelijk om de conversie te komen dat ze het product in het winkelmandje en daadwerkelijk gaan afnemen. In dat voorbeeld hebben ze eigenlijk 330 producten afgenomen. En
zijn dus uiteindelijk gekomen. Dit is de e-mail die ze hebben ontvangen. Dat ze geïnteresseerd zijn in FIRE-producten. En om ze eigenlijk over de streep te krijgen om uiteindelijk tot een conversie te komen. Tip 5 die ik wil meegeven is eigenlijk heeft niks met het campagnemanagement te maken. Maar zijn eigenlijk de e-mails die op de website worden verstuurd. Jullie hebben denk ik allemaal wel eens een product online gekocht waarbij je eigenlijk al je gegevens invult. Je klikt op submit en vervolgens krijg je een e-mail in je inbox waarbij de bevestiging staat van welk product je hebt afgenomen. Vaak zie je nog dat deze e-mails dat het kale tekstmailtjes zijn, zonder plaatjes, ziet er niet echt mooi uit. En af en toe komen die e-mails ook nog eens in de spambox terecht, wat je eigenlijk natuurlijk helemaal niet wil hebben tegenover je klanten. Professionele systemen die hebben, tenminste ons systeem, die heeft een optie om de transactionele e-mails, zo noem ik ze, om die ook via ons platform te versturen. Wat is daar nou het voordeel van? Eén is om eigenlijk de e-mail in HTML te zetten. Dus eigenlijk een hele mooie body eromheen te geven, dat je je branding erop kan zetten. En daarnaast zijn die templates die zijn eigenlijk makkelijk te bewerken. Want eigenlijk, dit zijn al heel veel e-mails die verstuurd worden. En om daar eigenlijk een week aanbiedingen op te nemen, door bijvoorbeeld elke week een nieuwe banner erin te zetten, kun je natuurlijk up- en cross-sell gaan doen bij die producten. Zo heb ik dit eigenlijk ook gedaan bij mijn klant Thalys. Thalys, daar hebben we eigenlijk alle transactionele e-mails hebben opgezet. Je ziet hier eigenlijk een voorbeeld van mensen die een kaartje online kunnen bestellen. Bestellen het kaartje. Je ziet hier ook een barcode staan. En met die barcode kan je eventueel, je kan hem op je handheld, kan je het kaartje bestellen. Ontvangt de e-mail en als je in de trein gaat zitten, kan je bij de conducteur al het kaartje afstempelen. Door alleen maar je handheld te laten zien. Naast deze hebben we eigenlijk ook nog andere transactionele e-mails opgezet. Als je in de trein zit en je komt op de plaats van bestemming aan, kan je eigenlijk een taxi online bestellen. Ook weer een e-mail, een transactionele e-mail. Of je kan de business lounge bestellen. Ook weer een transactionele e-mail. Kortom, al die e-mails die je via de website verstuurt, interessant ook om daar ook up- en cross-sell in te gaan doen. Tip 6, wat wellicht meest voor de hand liggende is eigenlijk het monitoren van de rapportages. Ten eerste wat van belang is om naar de marketinginformatie te kijken, de opens en de kliks. Lig ik goed? Werkt mijn e-mail? Zo niet, dan zou je eigenlijk natuurlijk moet je gaan kijken dan naar de creatie, wat is er aan de hand. Daarnaast natuurlijk ook de deliverability informatie. Komt mijn e-mail überhaupt bij de ontvangers aan? He, worden ze gebounced? Komen ze in de spambox aan? Komen er heel veel klachten binnen, heel veel complaints, heel veel mensen die dus op de spamknop klikken? Dan heb je een probleem en zou je eigenlijk wat moeten gaan aanpassen. Naar aanleiding van de click-through, hoe hoog die is, kun je gaan kijken van welke linkjes responderen het beste. Waar liggen mijn top doorklikvermogen in mijn template? Door die goed te bekijken, kun je eigenlijk goed naar de template gaan kijken van moeten we daar aanpassingen gaan doen. Als laatste, als je echt naar de template kijkt, nummer 1 zag je net, maak je kerstkaart. Dit is het voorbeeld van Greets. Je ziet dat er boven in de mail, want dit is eigenlijk voor de mensen die de eerste ontvangen, die een kleine preview pane hebben, dat klein voorbeeld krijgen als ze die e-mail ontvangen. Zie je dat hier rechtsboven zit een mooie button, wat altijd goed is om een doorklik te maken voor de personen die het ontvangen. En niet dat ze moeten gaan zoeken naar waar moet ik gaan klikken. Tip 7 die ik wil meegeven is eigenlijk waar in de markt heel veel over wordt gepraat, over social network. Wij hebben er eigenlijk ook op ingesprongen door eigenlijk een share button aan te bieden. Een share button houdt eigenlijk in dat de personen die de e-mail ontvangen in je database de uiting verder kunnen gaan delen met hun vrienden bijvoorbeeld op Facebook. In het voorbeeld hier zie je dat de personen die op share button hebben geklikt, die hebben uiteindelijk de uiting op hun Facebook profiel gezet. En al hun vrienden kunnen dat bekijken en door op te klikken komen ze bij dezelfde e-mail uit. Waarbij je eigenlijk nog veel meer conversie kan gaan halen. Omdat die mensen geen eens in je database staan. Naast Facebook
hebben wij ook een aantal andere opties op dit moment erin gezet. We hebben het 4 maanden geleden gelanceerd. En tot nu toe zit Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace. Belangrijker wat jullie allemaal afvragen is van de Mister Eentje. En dat is Hives. En Hives die gaan we natuurlijk snel toevoegen. Kortom, dit zijn eigenlijk de 7 tips die ik jullie wil meegeven. Ik denk van deze tips dat het voor iedereen wel toepasbaar is. En dat je, als je dat goed toepast, dat je uiteindelijk een goede klantrelatie kunt aangaan met je klanten. En goede informatie, oftewel conversie, kunt behalen. Als je kijkt en het samenvat, zul je zien dat eigenlijk dat eerste gedeelte wat je hier ziet in deze sheet is de typical customer lifecycle. Dat doen we eigenlijk allemaal wel goed. We kunnen, we halen onze prospects binnen. Prospects die worden een klant. En eigenlijk daarna moet je eigenlijk met die 7 tips ingaan. Want dan ga je eigenlijk echt de relatie aan met de klant. En de bedoeling eigenlijk, wat ik toepas bij mijn klanten en me ook adviseer, is om uiteindelijk je klanten als merk, als ambassadeurs te laten optreden. Door bijvoorbeeld die share button op te nemen, kun je natuurlijk veel grotere klantengroep maken. En uiteindelijk een grotere klantengroep betekent ook betere winst en meer conversie. Dit zijn eigenlijk alle enkele referenties die ik in Nederland heb. Je ziet er een aantal grote partijen tussen staan, maar ook kleine partijen. RTL, je hebt een One Day Fly, een Shop VIP. Van alles en nog wat. Ik wil je bedanken voor je aandacht en ik hoop dat, dat de 7 tips dat interessant voor jullie is en dat jullie kunnen toepassen op jullie eigen branche.